Ja, we zijn online. Welkom bij Literatuur Bornego, het YouTube-kanaal waarop allerlei boekpromoties zijn terug te vinden voor leerlingen van het Bornego College. Maar uiteraard staat het ook leerlingen van andere scholen vrij om de boekpromo's te komen bekijken. Heel graag zelfs. U bent van harte uitgenodigd. Vandaag in de eerste aflevering gaan we het hebben over het boek Perenbomen bloeien wit van de schrijver Gerbrand Bakker. Toevallig heeft de schrijver Gerbrand Bakker deze week een grote internationale prijs gewonnen voor de roman Boven is het stil. Een mooi ontroerend boek waarover ik nu niks ga zeggen, maar als je hier iets meer over wilt weten, omdat je die toevallig voor je lijst wil gaan lezen, moet je eventjes hier op de titel klikken. Goed, wij gaan in dit filmpje in ieder geval verder met Perenbomen bloeien wit. Een mooi ontroerend verhaal over een tweeling. Klaas en Kees en hun jongere broertje Gerson, die spelen met z'n drieën vaak het spelletje zwart, waarbij ze onder een beukenboom gaan staan en vervolgens een einddoel kiezen, hun ogen sluiten en dan proberen, zonder iets te zien, naar dat einddoel toe te lopen. Een leuk spelletje, beleven ze veel plezier aan, tot ze op een dag betrokken raken met het hele gezin bij een auto-ongeluk en het jongste broertje blind raakt. Vanaf dat moment kan die jongen eigenlijk niet anders dan het spel zwart spelen. En dat is het moment waarop iedereen binnen het gezin opnieuw moet gaan nadenken over hoe ze in het leven staan, over hoe ze tegen het leven aankijken. En worden ze heel erg teruggeworpen op de familiebanden. Ja, een mooi ontroerend verhaal en zeer goed te volgen ook voor beginnende lezers. De stijl is mooi, compact, zinnen zijn niet al te lang, zitten weinig lastige woorden in. Ik zal een klein stukje voorlezen, dan weet je meteen wat de stijl van het verhaal is. Vroeger speelden wij het. We hebben het jarenlang gespeeld. Tot een half jaar geleden, toen deden we het voor het laatst. Daarna had het weinig zin meer. We begonnen altijd buiten, bij de oude beuk die voor het woonkamerraam staat. De beuk was ons startpunt. We legden een hand op de schors en meestal was het Klaas die aftelde. Klaas is de oudste van ons. Klaas is 10 minuten ouder dan Kees. Gerson is 3 jaar ouder, jonger dan wij en hij kwam alleen. Hij heeft geen tweelingbroer. Hij heeft tweelingbroers. En dat zijn wij, Klaas en Kees. Het is allemaal heel kort en bondig. Het verhaal is zeer goed te volgen, ook zeer goed te begrijpen. Wat misschien een beetje lastig is voor een beginnende lezer in ieder geval, dat is perspectiefwisseling. Dus op het ene moment wordt het verhaal verteld vanuit de tweeling. Op een ander moment gaat het perspectief over naar Gerson en daarna gaat het perspectief naar de hond. Dat is misschien even wennen, vooral dat laatste. Maar het is wel heel erg mooi gedaan en het is ook steeds heel duidelijk dat het perspectief wisselt. Af en toe komen er flashbacks in naar voren. Ook die zijn goed te begrijpen en ze hebben ook heel duidelijk met de familiebanden te maken. Dus in die zin totaal niet ingewikkeld. Ik zou zeggen, iedereen die graag de stap wil maken van jongere boeken naar volwassen boeken, lees dit boek voor je literatuurlijst, wat mij betreft niveau 2. Tabé.